Might still be happier. Oh, it's just parted. And that is dreadful defending from Germany. Antoine Kina running straight down the middle of the park. Victor Ali exposed like never before. And Kina's not going to miss that. Dan laat het er niet bij zitten. Geef toch even gas in die allerlaatste minuut. Bal komt in de cirkel terecht bij Thijs van Dam. Die maakt zichzelf goed vrij. En met de voorhand scoort hij de gelijkmaker. En zo eindigt dit aantrekkelijke duel in 2-2 tussen Rotterdam en Kampong. Voor Den Bosch. Dit is een hele mooie aanval van Den Bosch over de rechterkant. Bal komt bij Laura Nunink. Is overgekomen van Oranje-Rood. Frederik Matlaar verlengt die bal keurig op Margot Vergeffen. En die haalt uit. Schitterende goal. Kiepster Gunneman heeft die bal. Nog geen punt gehaald dit seizoen. Komt in de tweede helft in ieder geval tot scoren. Hier gaat hij voor 4-1. De goal wordt gemaakt door Fernandes. Knap afgemaakt. Oh, the second half and they won a third here. Well, they scored 8 having been held goalless and there's a third. Oh, what a finish. It's the youngster Ghislaine who finds the back of the net and it's almost deja vu from June last year. Almere bewaart goede herinneringen aan het laatste bezoek aan Kampong. Toen werd namelijk 3 punten meegenomen naar de polder door goals van Valentijn Chabon en Stijn Jolie. Zij zijn er inmiddels niet meer bij. Bij Almere dat zo hard werkt om een nieuwe hechte ploeg te smeden. En vandaag tegen Kampong is het al na 5 minuten raak voor Kampong. Same setup for Germany. Winfeder on the left. It's Lucas Winfeder once more. And that's a rocket into the top corner. Nothing that Van Doren can do about that. He's absolutely picked that one up. Has Lucas Winfeder and Germany are on the scoreboard. Hier is het Maiko Casella met een schitterende scoop richting Kenta Tanaka, de Japaner. En die maakt het schitterend af. Allemaal in het tweede kwart. Hij passeert doelman Maurits Visser. En zo staat HGC met 1-0 voor. Schitterende goal van Tanaka. Dit is een actie van Björn Kellerman, een van de 7 internationals van Kampong. Gaat op avontuur deze Kellerman, maar doet dat geweldig. Mooie schijnbeweging hier. Gaat hij de cirkel binnen en passeert doelman Meijer door de benen. En brengt Kampong 5 minuten voor tijd op een 2-1 voorsprong. Schitterende goal van deze Kellerman. 2-1 dus voor Kampong met nog 5 minuten te spelen. Köln jetzt hier über rechts, über Thies Prinz. Oh, gut gemacht. Zwei Leute nass macht. Und trifft. War natürlich schön gemacht. Muss man sagen, ganz eindeutig. Zieht hier 2-3 Leute aus und schwänzt den Ball über die Schulter von Lennart Küppers zum 1-0 hier rein. Ja, super Einzelaktion da. Aber aus Uhlenaster Sicht auch schlecht verteidigt. Ja, eindeutig. Zieht den Ball da durch den Mann, da muss man einfach den Körper reinhalten, dann